Er zijn hengelaars die de eenzaamheid opzoeken. Anderen die van gezelligheid houden. Maar in Deventer bestond alleen maar de mogelijkheid om dicht bij elkaar te gaan zitten. Niet alleen omdat het om een streng gecontroleerde wedstrijd ging, maar vooral omdat het viswater niet groter was dan de Singelgracht. Daar waren 1000 karpers in uitgezet. En een week lang, elke ochtend en elke middag en zelfs een paar avonden, hebben honderden hier op hun dobber getuurd. Want er viel wat te verdienen. En de een wist nog beter dan de ander hoe je het moet doen. Voor de love-in van de eenden bestond geen belangstelling. De aandacht ging uit naar de hengelaars. En meer nog naar hun vangsten. Controleurs stelden onder andere maat en soort vast. Vaak zocht het publiek snel de andere oever op, om erbij te zijn als er weer een karper zo stom was geweest om erin te tuinen. Toch ging het er helemaal niet om wie de grootste vis uit het water sloeg, maar wie een genummerde vis aan de haak kreeg. Want die nummers zouden meeloten in een loterij ten bate van het 100-jarige Rode Kruis, waarvoor hele aardige prijzen beschikbaar waren. De hoofdprijs bijvoorbeeld was een auto van bijna 9000 gulden. Nu begrijpt u ook dat er meer dan 3500 mensen in die week zijn komen vissen. Ze haalden in totaal 214 genummerde karpers op. En de notaris verloten werphengels, gasfornuizen, koelkasten, fietsen, serviezen, te veel om op te noemen. Er was een meneer die voor zijn paar gulden inschrijfgeld een bankstel kreeg. En meneer Sluiter uit Zevenaar won de auto. En laat nou nooit meer één vrouw klagen over de hobby van haar man.